Deze Cupra Born is uiteraard nieuw. Waarom zou ik hier anders staan? Maar toch heeft deze auto al een hele interessante geschiedenis. Want al in maart 2019 zagen we hem in een net iets andere vorm als Seat Elborn op de autosalon van Genève staan. En dat was nog voordat de Volkswagen ID.3 aan het grote publiek was voorgesteld. Vervolgens is in 2020 besloten dat het een Cupra moest worden. En even daarna werd de naam van Cupra Elborn veranderd in Cupra Born. En dat Born dat heeft natuurlijk niets te maken met dat leuke Limburgse plaatsje waar onze nationale autofabriek staat. Maar alles met een hele hippe wijk hier in Barcelona. En die Volkswagen ID.3 die haal ik er natuurlijk niet voor niets bij. Want ja, dit is in feite een Volkswagen ID.3, maar wel eentje die heel grondig verbouwd is. En ik zie de reacties alweer voor me die zeggen dat auto's van de Volkswagen groep in feite allemaal hetzelfde zijn. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Skoda Enyaq, die deelt heel veel componenten met een Volkswagen ID.4. Maar de twee hebben wel duidelijk elk hun eigen koets. Dat is hier dus wel anders. Dit hele middendeel is eigenlijk identiek aan de ID.3. Alleen de voor- en achterkant zijn echt significant anders. En ook technisch delen de twee heel erg veel. Hij staat op hetzelfde platform, het MEB-platform. Dat is geen verrassing. En hij deelt ook de aandrijflijnen met de ID.3. Zelfs ook de basisversie met 150 pk. En dat loopt dan op naar de variant met 77 kWh batterij die 540 km moet kunnen halen. Er is alleen één unieke eigenschap voor deze Cupra. Namelijk de versie met de e-boost functie. Dan heb je 231 in plaats van 204 pk. En dan gaat hij in 6,6 seconden van 0 naar 100. Als je tenminste de kleinere accu neemt, want die is lichter. En voor de rest hebben ze bij Cupra nog een paar kleine dingetjes aangepast die hem dan sportiever moeten laten rijden. Dus ligt hij iets lager boven de weg. Aan de voorkant 1,5 centimeter verlaagd, aan de achterkant 2 centimeter. De remmen zijn aangepast als je die e-boost functie neemt tenminste. En je kunt hem ook krijgen met bredere achterbanden. Het zichtbare verschil tussen een ID.3 en deze Cupra Born begint al meteen hier voor de voordeur. Want deze vouw heeft een ID.3 niet. En deze bizarre wielen trouwens ook niet. Wat dat betreft is Cupra lekker bezig. Echt heel bijzondere wieldesigns. En natuurlijk is ook de rest van de neus helemaal anders. En dan zien we de bekende koplampen die we natuurlijk ook wel een beetje van Seat kennen. Want de Cupra tekenstijl is in grote lijnen die van Seat. Ook al komt deze auto er niet als Seat. En wat daartussen gebeurt is ook wel interessant tussen die koplampen. Want dit is de eerste elektrische auto die we zien van Cupra of Seat. In ieder geval op dit niveau. En dat betekent dat dit de eerste auto is die niet de bekende grill heeft. Dat heeft men opgelost door het logo wat hoger te plaatsen. En daaronder een soort streep te plaatsen. Ja, noem het een grill. Waarin ook de merknaam nog staat uitgeschreven. En daar weer onder trouwens een enorme grote luchthapper, in ieder geval voor EV-begrippen. Nog een opvallend verschil met een ID.3 is hier bovenop de voorklep te vinden. Want een ID.3 heeft hier een soort zwart element die de ruitenwissers deels verbergt en dat ontbreekt op deze auto. Ook aan de achterkant begint het verschil tussen de Cupra Born en de ID.3 eigenlijk meteen na het portier met dit element. En van de ID.3 weten we natuurlijk dat je hier allerlei leuke stickers kunt krijgen. Die zijn zelfs standaard op de first versies die je heel veel ziet rijden. Maar dit is geen sticker, dit is echt een in de carrosserie opgenomen kunststof element. En ook die dingetjes die je erop ziet zitten, dat zijn geen stickers. Maar dat is echt 3D uitgesneden zo gezegd. En het is standaard in deze vorm op alle versies van de Cupra Born. Hier aan de achterkant zien we natuurlijk de bekende lichtbalk met die driehoekjes aan het einde, die je ook kent van de Leon, maar ook bijvoorbeeld van de Cupra Formentor. De achterbumper is een stuk sportiever aangekleed dan bij een ID.3. Je hebt hieronder een soort van diffuser-achtige elementen. En gelukkig heeft men zich trouwens niet laten verleiden tot het monteren van nepuitlaten. Dat zou je ook nog kunnen krijgen. En wat ook typisch is voor Cupra, dat is de vorm van dit logo, wat gewoon de vorm van het Seat-logo is en het Cupra-logo erop. En dat heeft dan wel weer een reden, want dat logo is ook meteen de handgreep om de achterklep mee te openen. En wat je daar binnen aantreft, dat is eigenlijk wel echt identiek aan een ID.3. Net zoveel ruimte, op dezelfde manier afgewerkt. Hier gaat 385 liter in. En ook wat betreft de achterbank zul je geen grote verschillen aantreffen. Ook deze auto is dus voor een hatchback van dit formaat behoorlijk ruim, omdat de cabine behoorlijk lang is. Maar verschillen met de ID.3 heb je daar natuurlijk niet. Tenminste, er zijn geen verschillen voor wat betreft het ruimteaanbod. Wat natuurlijk wel anders is, dat is de aankleding. En daarbij heeft Cupra hele bijzondere stofjes gebruikt. Doet mij een beetje denken aan de stof waarmee een wetsuit, dus een surfpak, wordt gemaakt. Voelt heel apart. En daar laten ze zich ook graag op voorstaan. Hetzelfde gaat een beetje voor de vloermatten, die zijn ook heel bijzonder. En wel een grappig verschil tussen een ID.3 en een Cupra Born op deze plek. Deze middentunnel is hoger en dat zien we ook aan de voorkant natuurlijk terug.
En dat dat middendeel hoger is, dat komt doordat Cupra graag wil dat de bestuurder zich centraal voelt gesteld in deze auto. En daarvoor halen ze een trucje uit dat we wel vaker hebben gezien bij elektrische auto's. Die dingen hebben natuurlijk van nature een platte bodem. En dat is in dit geval opgevuld met deze grote middenbak vol met opbergvakjes, bekerhouders en ook een armsteun. Terwijl je bij een ID3 ziet dat dit grotendeels leeg is gelaten. Er is wel iets van een vak, maar niet zo hoog. En de armsteun hangt bij een ID3 bijvoorbeeld aan de stoelen. En daarmee krijg je al meteen een hele andere sfeer, inderdaad een wat sportievere sfeer, omdat je meer omsloten wordt. En dat is ook op andere gebieden wel gedaan. Sowieso moet ik zeggen trouwens dat er best wel veel verschillen zijn hier van binnen tussen een ID3 en deze auto. De basislayout is hetzelfde, daar ontkom je ook niet aan, omdat de hele achterkant van het gebeuren zogezegd hetzelfde is. Dus de ventilatieroosters moeten op dezelfde plek zitten. En dat geldt ook voor alle bedieningselementen, maar alles ziet er wel net anders uit. Dat geldt voor het dashboard, dat is wat strakker. Je hebt hier een soort hoog element, waardoor je je opnieuw wat meer ingesloten voelt, zogezegd. En zelfs het stuur, toch zo'n onderdeel waarvan je vaak ziet dat dat gewoon wel wordt overgeheveld, is anders. De stoelen trouwens ook, die zijn standaard zo sportief zoals je ze hier ziet. Zij het dan niet met dit mooie blauwe stofje, maar wel standaard met van die vaste hoofdsteunen, ja, een soort in racekuip stijl. Die bekledingstoffen die zijn dus wel bijzonder, zoals ik al zei. Maar voor de rest is het materiaalgebruik wel goed vergelijkbaar met de ID3. En dat betekent dat de deurpanelen, zowel voorin als achterin, eigenlijk helemaal van hard plastic zijn. Geldt ook voor de kunststofdelen van het dashboard. Alleen heeft men dat dus wel deels opgevangen door dat bijzondere stofje ook hier op het dashboard aan te brengen. Er zijn trouwens ook nog wat opvallende verschillen voor wat betreft de uitrusting. Zo heeft deze Cupra Born standaard een 12-inch touchscreen, terwijl een Volkswagen ID3 het met een 10-inch scherm doet. Dus hier krijg je gewoon een groter scherm. Het glimt ook net wat minder en het heeft natuurlijk een andere layout, zoals Seat en Cupra ook in andere modellen hun eigen layout meekrijgen. Het lijkt zo op het eerste gezicht wel prima te werken, al heb je ook in deze auto wel dat alles via touchscreen moet. Dus inclusief de climate control en ook als je bijvoorbeeld iets wil aanpassen aan je rijassistentiesystemen. En een laatste opvallend verschil tussen deze auto en een ID3. Deze heb je met een Beats audiosysteem met 9 speakers. Terwijl je bij een ID3 standaard 4 speakers krijgt en in de allerdikste versie 6 speakers. Wellicht verandert dat nog, maar vooralsnog moeten muziekliefhebbers dus wel hier zijn. En als je dat zelf een keer wil ervaren, dan heb je geluk als je in Nederland woont. Want Nederland krijgt deze auto als een van de allereerste landen. Cupra zegt dat bestellen kan vanaf de zomer. En de eerste klanten kunnen dan in het najaar van dit jaar, dus van 2021, in de Cupra Born wegrijden.